Zolland Sport nabeschouwing. Want aan de lijn hebben we de winnende trainer vandaag van Broekland. Hij speelde met zijn team tegen Wissel aan de overkant van IJssel. En bijna onderweg, Alex, goedemiddag. Ik ben net thuis, dus Okay. De laatste meters. Ja. Oké. Okay. En hoe heet het? Je hebt gewonnen vanmiddag met 1 tegen 2. Was het een moeizame overwinning? Nee, nou ja, in die zin, laat ik zo zeggen, wij begonnen, vond ik de eerste helft heel goed. Hebben we heel goed gespeeld, of bij Vlagen goed gespeeld. En uiteindelijk komen we dan 2-0 voor. En toen hadden we wel meer kansen gehad om het af te maken. Dat hebben we een beetje nagelaten. En we hebben eigenlijk alleen een fase gehad in de tweede helft van 10 minuutjes. Toen hebben we ook wel wat geluk gehad. Twee goede reddingen van de keeper, een bal te paal een keer van hun. En toen hadden we het even moeilijk. Maar uiteindelijk, en dan scoren we nog 2-1, maar we hadden daarvoor al wel wat af kunnen maken. Dus ik vind wel dat we terecht de winnaar zijn. Maar we hadden het ons wat makkelijker kunnen maken als we wat meer gescoord hadden. Ja. Had jouw ploeg aan zelfvertrouwen ingeboet naar de wedstrijd van vorige week? Want jullie verloren vorige week redelijk ruim. En ja, dan moet je toch eventjes weer schoon schip maken. Ja, dat klopt. Maar we hadden een wedstrijdje nog dinsdag tegen Coët. En dat ging de eerste helft ook heel goed. Want we kwamen ook met 2-0 voor tegen Coët Deventer. Ja. Dus toen voelden we ook alweer wat frank en vrij. En kijk, we hebben natuurlijk wel wat moeite als tegen een tegenstander speelt die zoals KZVO, wat gewoon echt een maatje te groot was. En ook individueel zulke snelle spelers had. Ja, daar hadden we heel veel moeite mee. Mm-hmm. En als je de Coët speelt en de Wissel toch wat gelijkwaardigere ploegen zijn. Ja, dan hebben wij het wel wat makkelijker. Dan kunnen we hebben iets meer tijd. En dan hebben we iets meer tijd om een bal te spelen. En we hebben verdedigend kunnen we het wat makkelijker aan. Dus ja, dan zie je wel verschil. Maar een tegenstanders KCVO die zoveel snelheid heeft, daar hebben we gewoon heel veel moeite mee. Ja, precies. Hoe gaat het met jouw team eigenlijk? Hè? Want je bent natuurlijk in voorbereiding. Hopelijk kunnen we de coronamaatregelen achter ons zien voor wat betreft de voetbalcompetitie. Maar hoe heeft jouw team daarop gereageerd? Een vrij lange voorbereiding gedaan. We hebben natuurlijk vorig jaar nog wel een paar weken wat kunnen trainen. En toen hebben we met elkaar afgesproken, we doen gewoon iets langere voorbereiding. En over het algemeen waren de groep, we hebben iets van 30 man die 28 geloof ik voor de selectie gaan. En we hebben steeds wel redelijk tussen de 18 en 20 spelers gehad. En eigenlijk is het nu een beetje dat de laatste twee weken alles compleet is. Maar kijk, iedereen heeft er heel veel zin in en dat merk je wel. En gelukkig vind ik voor mezelf geldt ook dat het tot nu toe alles nog... Ja, nu merk ik eigenlijk niks van corona, laat ik het zo zeggen. Ik kan de normale bespreking houden, ik kan in de kleedkamer kun je zijn. Ik kan in de rust in de kleedkamer zijn. Dus eigenlijk is alles wel wat normaal, voor zover je over normaal kan spreken. Maar we hebben wel in het begin wat, iedereen had wel even wat moeite mee weer om op gang te komen, dat merk je wel. Maar goed, na twee weken moet ik zeggen, toen ging het al best wel redelijk. We hebben toen nog zelfs een lessen tegen Weijen gespeeld, ja. met veel spelers en uiteindelijk werd dat 2-2. En dat was zeker niet onverdienstelijk vanuit ons gezien. Mm-hmm. En dat heeft wel wat zelfvertrouwen gegeven. Maar het vervelende is nu alleen dat we heel veel spelers hebben die allemaal hetzelfde zijn en allemaal hebben we een bepaalde vorm. Nog niet allemaal top, moet ik zeggen, maar de meeste hebben hetzelfde redelijk gelijkwaardig. Dus ik heb nog het grootste probleem op het moment om daar een team uit te kiezen. Want ik gun het ze namelijk allemaal, alle 18 spelers die ik geselecteerd heb voor het eerste. Ik gun het ze namelijk allemaal om te spelen. Maar ja, daar kunnen we mij allemaal in. Dus dat wordt nog wel even een puzzel voor mij. Ja, precies. Dus je kunt het ook een luxe probleem noemen natuurlijk. Hè? Dat je met Broekland zeg maar de keuze hebt gewoon uit 18 volwaardige voetballers. Waarmee je iedere week kunt kiezen wie je wilt opstellen. Dat is wel waar. Alleen het enige wat nog een beetje ontbreekt bij sommigen. Er zijn er een paar die hebben vandaag echt heel goed gespeeld. Maar die kunnen volgende week misschien wel de minste weer zijn van het team. En de jongens die vandaag weer wat minder waren, zijn misschien volgende week. Je zit nog wel een beetje, en dat zou misschien kunnen van de afgelopen anderhalf jaar van de corona. Ja. Je ziet nog wel heel veel wat wisselvalligheid bij iedereen. En dat moet ik nog wel zeggen. Op de trainingen soms vliegen de vonken er vanaf. En de andere keer moet ik flink aan de bak om ze in beweging te krijgen. Dus het is nog wat wisselend. Dus het is wat onvoorspelbaar hoe een speler zich op dit moment manifesteert in de wedstrijd. Wat we wel kunnen langzaam wel kunnen terugzien, dat iedereen wel een beetje door heeft hoe we graag willen voetballen. En dus hebben we allemaal gezegd, ja, dat past ons wel. Dus dat is wel prettig om te zien. En dat vond ik wel vandaag heel erg goed terugkomen. Je zag wel de posities goed bezet, hoe we willen voetballen. Dat we ook af en toe even geduld hebben.
Dus dat vond ik wel heel prettig om dat terug te zien. Ja. Volgende week speel je thuis tegen De Hoven. De Hoven vandaag verloren van KCVO. Biedt het mogelijkheden voor jouw ploeg om daar ook weer een goed resultaat neer te zetten? Of zijn jullie allemaal aan elkaar gewaagd? Nou ja, buiten KCVO. Maar ik denk dat we allemaal aan elkaar gewaagd zijn. En dingen De Hoven zeker gelijkwaardig is aan ons. En ja, dat wordt gewoon, denk ik, echt wel een wedstrijd waar je gewoon volle bak moet spelen, iedereen. En dat is ook een week voor de competitie begint. En dan moeten we er ook staan. Dus Haarlem thuis is de eerste competitiewedstrijd. Nou, dat is De Hoven een goede graadmeter, denk ik. Ja. En ik hoop dat iedereen zich daarvan doordrongen heeft. Dat we gewoon nog flink aan de bak moeten 2 weken. En dan moet De Hoven gewoon volle bak gestreden worden. En dan moeten we kijken wat we uit vuur kunnen slepen. Ja, precies. En is dan het einde van zo'n 3 wedstrijden voor jou, hè? Zo'n 3 bekerwedstrijden, samen met die oefenwedstrijden. Is dat dan voor jou een soort van slotconclusie van nou, ik ga dan de eerste competitiewedstrijd met die 11 beginnen, want daar heb ik het beste gevoel bij? Het is precies wat je zegt, gevoel. Ik denk als ik moet selecteren op wie het beste zijn of wie het slechtste zijn, ja, dat is bijna niet te doen. Dus er komt een stukje gevoel bij. En het enige wat ik die jongen wel verteld heb is van we hebben op een heleboel posities veelzelfde type spelers. Ja, en dan wil daar toch een bepaalde mix in hebben. Dus de kans dat dezelfde spelers die op elkaar heel erg lijken qua spel allemaal tegelijk spelen, ja, daar zal een keuze onder andere in moeten worden gemaakt. Want allemaal een bepaalde type spelers en dan zet je de 3 van op middenveld, ja, dat is niet het meest ideale. Nee, dus je moet daar wat evenwicht en een mooie woordje balans in zien te vinden. En dat heb ik ze wel verteld daar en daar komt een stuk gevoel bij en dat moeten ze maar accepteren. Nou, heel goed. En dan wel bewijzen dat ik ongelijk heb. Ja, precies. Nou, we gaan het gevoel gewoon gaan we volgen, Alex. En ik wil jou bedanken voor de tijd en succes volgende week tegen De Hoven. Dankjewel en tot de volgende keer, mooi. Tot de volgende keer. Fijne zondag. Oké. Okay. Dag. Hoi,